Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van Bloemsierkunst de Hennekooi in Hogeloon organiseerden ze een open huis met enkele demonstraties. Dat viel goed in de smaak bij het bezoekende publiek. We staan hier bij de Hennekooi in Hogeloon die opnieuw de deuren heeft geopend. We gaan eens een kijkje nemen in een compleet vernieuwde winkel. We staan hier bij Yvonne van Ham. Yvonne van Ham staat hier ook bij de Hennekooi binnen. En Yvonne, die weet van alles van thee. Yvonne, wat voor soorten thee hebben wij hier? We hebben hier verschillende soorten thee die we ook de mensen laten proeven. In eerste instantie gewoon wat vind ik lekker en wat vind ik fijn om een thee van te hebben. En naderhand kunt u eventueel inschrijven voor een workshop waar we dieper op de zaak ingaan. Waar je dus ook kunt kijken van wat kan de thee voor mij meer doen als alleen ik vind hem lekker. Oh ja. Maar in eerste instantie wil ik vandaag alleen maar uitgaan van het feit, ja, wat voor theeën zijn er hier en wat vindt u lekker? Lekker, ja. Dus ik zou zeggen, we gaan een theetje proeven. Ik heb hier bosvruchtenthee. Ja, ik heb oma's appeltaart. Die ruikt ook gewoon als oma's appeltaart die we vroeger... En het mooie van deze thee is dat hij dus niet dik maakt, maar dat, je dus, dat het zelfs vocht afdrijft. Hier heb ik rooibos thee met chocola en mokka. Dat kan je ook zien, er zitten sterretjes in. Prachtige thee. Een prachtige thee die ook erg lekker is. Gaan we dadelijk ook proeven. En ik heb om te proeven een karamel honing thee. Ziet er ook erg lekker uit. Met echte brokjes karamel, hè? Kun je ook zien. Ja. We staan hier bij Hanny van Heijs, de eigenaresse van de Hennekooi. Hanny, wat ga jij nou precies maken? Nou Jos, we gaan een boeketje maken waar we ook met de workshop gaan maken. Een soort theeboeketje. Oké, ik ben benieuwd. Alsjeblieft, Jos. Oh, dankjewel, Hanny. Nou, zie de mensen. Daar herkende nou de handen van de vakvrouw aan. Hoe vlug gaat hij één boeketje maken? Ja, Jos, dit is dus de ruimte die we ingericht hebben voor onze workshops. In samenwerking met Stevige Kruid Yvonne van Ham. Ik zie net dat u wat gekocht heeft. Mag ik eens kijken wat? Nou, ik heb een heel leuk takje gekocht met bessen. Hoe dat het heet, nou, dat weet ik niet, maar in ieder geval, het is hier heel iets leuks. En nou, dan kan het zo op tafel. Ik kan het in een bloempot, in een bloemvaas natuurlijk zetten of doen. En dan kan ik er nog andere verse bloemetjes tussen steken in een glaasje. Hier buiten bij de Hennekooi staan ze soep te maken. Wat voor soep hebben hier in het pannetje zitten? Pompoensoep. En is die lekker? Die is heerlijk. Dan zullen we het eens proberen. Graag. Probeer het maar eens. Proberen we. Oké. Hij zat vanmorgen helemaal vol op de rand.